In deze video neem ik je mee in de Cricut Design Space 7.0.5. We nemen een kijkje naar de kosten, we bekijken het programma en we kijken naar de mogelijkheden voor het project. Bijvoorbeeld het maken van een foto, die kun je dan met de Cricut Joy bijvoorbeeld uitprinten ergens op. Hallo, welkom, wat fijn dat je kijkt. Ik ben Bianca van Be Creatief. Vandaag gaan we een kijkje nemen in de Design Space. Vind je deze video leuk? Vergeet dan niet op liken te klikken. En het zou fijn zijn als je ook abonneert op mijn kanaal. Voor nog meer filmpjes. Ik werk voornamelijk met de app. Maar als ik iets wil maken, dan doe ik dat op mijn computer in de Cricut Design Space. Voor Windows moest ik deze kopen. App kostte €12. Daarnaast moet je een abonnement nemen op Cricut om bij alles te kunnen. Dus hier zie je dat ook. De A'tjes geven aan dat je een abonnement hebt. De eerste maand kun je gratis bij dit abonnement. Ik zit nog in mijn eerste maand. Dus als het goed is, kan ik nog bij heel erg veel. Daarna kost een abonnement €9 per maand. Als je de Cricut Design Space hebt geopend, dan kom je in deze pagina. Hierbovenaan zie je gelijk welkom Bianca. Je kan hier vinden bestand. Daarin kun je een nieuw venster open of je kan het afsluiten. Bekijken. En help. Nou, dat spreekt op zich voor zichzelf. Hier heb je home. Als je daarop klikt, kom je hier weer terug. En je kan hier op de streepjes klikken. Dat gaan we zo doen. Verder zie je nog mijn projecten. Daaronder staan de projecten die je gemaakt hebt. Kijk, je ziet ze hier ook al staan. Dit zijn mijn eigen projecten. Of die ik heb gekregen van iemand anders. Dan kun je hier kiezen voor de machine. Met welke machine je werkt. En als je hierop klikt, ga je een nieuw project maken. Nou, we beginnen even hier bij home. Omdat de instellingen hier op Joy staan, zijn er een aantal dingen die nu niet werken, omdat die niet nodig zijn bij de Joy. In elk geval zie je hier Home. Zodra ik hier op Canvas klik, dan gaat de app naar de Canvas toe. Maar we blijven nog even bij Home. Nieuwe productinstellingen. Dat is als je bijvoorbeeld een nieuw product hebt wat je wilt toevoegen aan jouw app. Bijvoorbeeld een nieuwe snijmachine of een van de hittepersen, dan kun je hierop klikken om die toe te voegen. Verder zien we bij Home het beheren van aangepaste materialen, ook dat is niet compatible met de Joy. De firmware updaten, soms moet de Joy even geüpdate worden, dat kun je hier doen. Dan zien we ook de accountgegevens staan. Als je daarop klikt, ga je eigenlijk naar de webpagina van jouw account. Hij blijft bij mij automatisch toch naar het Engels gaan. En je ziet dat er in het Engels veel meer mogelijk is. Je kan dan ook hier naar de kaart gaan en dingen bestellen. Maar helaas is dat voor ons als gewone burger, zeg maar, niet nodig. Dat moet je echt doen als je een winkel hebt. Dan kun je daar bestellen, aangezien alles geshipped moet worden. Hierin staan eigenlijk gewoon de dingen die je, ja, alle achtergronddingen die je nodig hebt om dingen te veranderen. Of om te kijken naar je abonnement, gewoon de instellingen en wat andere dingetjes waar je naar kunt kijken. Nou, de cartridges koppelen is niet nodig bij de Joy. De Cricut Access, dat is, daar kan je zien waar je, wat je dus hebt. Mijn abonnement is dus actief. Waarschijnlijk als die niet actief is of nog niet ingesteld, dus kun je hem hier instellen. Dan heb je een kopje op instellingen. Daar zie je bijvoorbeeld de taal opslaan ten behoeve van offline. Je kan kiezen voor alleen in de cloud of op de cloud en de computer. De Canvas raster, dat heeft te maken met het nieuwe project. Ik zal je zo meteen laten zien dat je daarin kan klikken zodat er een ander raster komt. Maar als je een bepaald raster altijd op wil hebben, dan kan je hier kiezen voor het raster. En de eenheden, daar kijk ik verder niet naar. Nou, de juridische dingen, wat is er nieuw, kan je lezen. Het Nederland en gewoon een paar standaard dingen kun je hier vinden.
Mijne staat dus automatisch op Joy, omdat ik op dit moment alleen nog maar een Joy heb. Al moet ik zeggen dat het wel heel verleidelijk is om misschien wel meer dingen te gaan halen. Omdat het echt wel een heel leuk apparaat is waar je heel veel mee kan. En dan wil ik jullie nu meenemen naar een nieuw project. Zo kan je er dus ook komen. Dus je kon hier op Home op Canvas klikken. Je ziet ook dat hij daar nu gelijk op staat. Maar je kon ook hier gelijk naar die knop gaan. Dan hadden we het net over raster. Het raster kun je ook hier veranderen door erop te klikken. En vervolgens kun je beginnen met je project maken. Laten we beginnen met het kiezen voor een schabloon. Als ik deze toevoeg, dan verschijnt het schabloon hier. Schablonen zijn alleen ter referentie en worden niet in je project opgeslagen. Oftewel, het is alleen maar om te kijken hoe groot iets moet zijn. Dus dit zou dan de maat zijn van het schabloon. En dan kun je daarop werken, zodat het uiteindelijk niet zo uitgeprint wordt. Maar dat je het wel kunt maken op deze manier. Dan kun je ook kiezen voor projecten. Bij projecten zie je een heleboel staan. Je van alles en nog wat je kunt maken. Niet alleen voor de mukpress, want je hebt ook een mukpress die je kan halen waarbij je dit veel makkelijker en sneller kan maken. Het kan ook met de Cricut Joy, maar het kan ook met de mukpress. Kaarten die al klaarstaan. Van alles en nog wat. Hier kun je kiezen voor alle categorieën. Je klanten, je kant-en-klare projecten. Aanbevolen projecten. Nou ja, laten we eens gaan naar kleding. Nou, dan kun je dus hier voor allerlei dingen kiezen die al standaard klaarstaan. Je hoeft het dus niet zelf te gaan bedenken. Maar hier staan allemaal dingen die je al zelf zo erin kunt zetten. Bijvoorbeeld dit leuke schattige rompertje. Je kunt dan kiezen voor customize of maak het. En vaak staan hier ook in de beschrijving alles wat je ervoor nodig hebt. Het is echt, er is zoveel te vinden in deze design space. Voordat je het allemaal door hebt, ben je echt wel een tijdje verder. Ook ik ben nog steeds aan het ontdekken. Nou, we gaan even op customize klikken. Dan zie je dat hij geladen wordt. Kijk, hier staat hij nu. Hier aan de zijkant zie je dat deze uit verschillende lagen bestaat. En vaak kun je ze ook los uit elkaar halen zien. En dit zou je dan vervolgens kunnen gaan maken of kunnen gaan aanpassen. Dat de keuze is aan jou. Dus onder projecten is van alles en nog wat te vinden. Dan hebben we ook nog afbeeldingen. Dan kun je wat meer zelf dingen gaan maken die je leuk vindt. Bijvoorbeeld, ik wil graag iets maken over een vlinder. Nou, dan krijg ik heel veel vlinders tevoorschijn, zoals je ziet. Heel veel die ook in het abonnement zitten. En een enkeling, moet je even opletten, daar staat een prijs bij. Ik heb nog geen idee wat er gebeurt als mijn proefperiode straks is afgelopen. Of ik dan voor dit soort dingen moet betalen of niet. Ik heb er gisteren wel eentje aangeklikt, maar ik heb daar verder nog niks van gezien. Nou, je kan kiezen voor alleen snijden, alleen tekenen, snijden en tekenen. Je kunt lagen kiezen, zodat als ik hier op meervoudig klik, dan gaat hij alle vlinders uitzoeken die meervoudige lagen hebben, meerdere lagen hebben. Je kunt kiezen voor een type, dus wat je ermee wilt doen. Met welk materiaal ga je aan het werk? Moet er een bepaalde taal zitten? Want er zijn zinnen, teksten vaak. En dan ben je toch wel op zoek naar een bepaalde taal. Want als je dan Arabisch neemt, in mijn geval, kan ik dat niet zo goed lezen. Nou, je kan zien of er eigendom zijn, of dat het gekocht moet worden, of dat het geüpload is. En je kan ook vinden of het beschikbaar is. Dus of jij het misschien al gedownload hebt. Zo kan je onder afbeeldingen dus ontzettend veel kiezen en doen. Nou, hier ben ik geabonneerd. Als ik die dan toevoeg, dan zie je die in mijn canvas en kan ik er van alles mee doen. Het van het slot afhalen, het op het slot zetten. Zoveel mogelijkheden.
die kan ik niet in één video uitleggen. We gingen vandaag alleen maar even kijken naar wat de space inhoudt. Nou, ik zou hier dan bijvoorbeeld ook nog een tekst aan kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld, je hoeft niet zo hoog te vliegen om een mooie vlinder te zijn. Nou, dit is in dit geval een hele lange tekst. Deze kan ik in kleur aanpassen. Als ik er dubbel op klik, dan kan ik hem nog aanpassen. Bijvoorbeeld ergens een enter tussen, zodat ze onder elkaar komen. Ik kan hem kleiner maken, groter maken. Hierboven staan nog allemaal mogelijkheden die je vervolgens kunt doen met de tekst. Wat je ook nog kan doen, is vormen aan je canvas toevoegen. Deze zijn gratis en als je een abonnement hebt, dan zie je dat er nog veel meer vormen zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld hier op meer zoeken, heb ik weer al die mogelijkheden die ik net ook hier, want hij schiet nu automatisch weer naar afbeeldingen toe, had, dat blijft hetzelfde. Nou, ik kies even een mandala. En ik kan zo er eentje aanklikken. Oh, ze zijn zo leuk allemaal wat we hier kunnen vinden en dus kunnen maken met de Joy. Ook deze kan ik weer zo toevoegen. Ik kan er een tekst bij zetten. Ik kan van alles en nog wat doen in deze design space. Dan is het leukste eigenlijk, waar ik het in het begin over had, dat je ook iets met foto's kan. Bijvoorbeeld uploaden. Nou, ik ga even een afbeelding uploaden. Oké, hier zie je een foto van mijn zoontje. We gaan even kiezen voor simpel. Je ziet dan gelijk de foto al veranderen. En we gaan even selecteren. Even kijken of we in één keer de achtergrond kunnen verwijderen. Yes, we hebben in één keer de achtergrond kunnen verwijderen. Nou, je ziet dat hier is het niet helemaal goed gegaan. Dus dan klikken we even op wissen. En dan gaan we kijken of we dit stukje... Nou, dat kunnen we niet herstellen. Nou, je ziet al. Kijk. Dit kun je dus ook laten printen met je Cricut. En dat is wel heel erg mooi. Want zo zijn er mensen die dus kaarsen bedrukken. Nou, dan klik je op toepassen en doorgaan. En dan kies je voor print en snij de afbeelding. Nou ja, er zijn hier nog meer mogelijkheden mee en ook dingen die ik nog niet weet. Maar het was even kort om iets te laten zien wat je ook nog kunt doen met de Cricut Design Space. Ik hoop dat je zo een kijkje hebt kunnen nemen in de Cricut Design Space als je deze nog niet hebt. Als je voor bijvoorbeeld, of als je vooraf graag even wilt zien wat je er nou eigenlijk allemaal mee kan. In de links hieronder zie je ook nog een andere YouTuber staan die veel meer filmpjes heeft gemaakt wat je allemaal met dit kan doen. Als je iets specifieks wil weten bijvoorbeeld, ik zal ook kijken. Wie weet komen er ooit nog meer filmpjes. In elk geval, vergeet niet te abonneren en te liken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.